Welkom Steenbok bij jouw kaartlegging persoon van betekenis voor jou. Nu, terwijl ik de kaarten alvast door elkaar schud, wil ik even nog eens vermelden. Dit gaat hier over een algemene kaartlegging, dus ik kan nooit 100% met iedereen resoneren. Dus haal er die kaarten uit waar je wel een klik mee hebt, waar je wel iets mee kan. En laat de andere kaarten los. Hè. Ga je niet wringen in een bepaalde kaart, dat is nooit de bedoeling. En anderzijds, hieronder in de omschrijvingsbox vind je de planning van de publicatie van alle kaartleggingen voor de andere horoscooptekens. Die kan je daar altijd ook terugvinden. Wanneer welke horoscoopteken, planning, kaartlegging, wanneer dat die live gaat. En dan gaan we eens kijken welke persoon voor jou een rol van betekenis gaat spelen. Dat zou een stier kunnen zijn. Een maagd of een ram. En dan ga ik daar de overeenkomstige grote arcana kaart bij nemen. Voor ram is dat de keizer. Voor stier is dat de hoge priester. En voor maagd is dat de kluizenaar. Waar zit de kaart? Hier is de kluizenaar. Zo. En dan gaan we ook nog eens kijken met welk topic deze personen eventueel een link gaan hebben met jou in de komende periode. Volg jouw ster. Diplomatie. En stel jezelf open voor liefde. Ja, ik was even allemaal tot mij aan het nemen, hetgeen dat hier nu ligt. Volg jouw ster, die zou ik echt wel willen linken aan de maagd en aan de kluizenaar. Volg datgene wat voor jou juist aanvoelt. En ja, de maagd of de kluizenaar, die neemt eventjes de tijd om na te denken, om tot rust te komen, om te beseffen, om aan te voelen eigenlijk. Waar brandt de lamp voor mij? Welke ster wil ik volgen in mijn leven? Welke rising star is er voor mij weggelegd? Dus die zou ik willen koppelen aan de maag, dat die daar eventueel bij betrokken is. Denk ik dat de keizer, die zou ik willen linken aan de diplomatie. De keizer, de ram, is een wijs persoon. Is ook een leidersfiguur. Heeft een duidelijke visie over de zaken die voor hem of haar belangrijk zijn. En dan kan het zijn dat jij in de komende periode diplomatie aan de dag gaat moeten leggen. Niet gewoon... zoals een ram je gedacht doorduwen, maar eerder de gulden middenweg gaan bewandelen. Soms is het nodig om als leidersfiguur even heel pragmatisch te zijn en dingen te doen die nodig zijn. En op andere momenten, en ik denk dat dat nu aan de orde is, is het nodig om meer diplomatisch te werk te gaan. Om de kerk wat in het midden te houden, om de middenweg te bewandelen, om ervoor te zorgen dat iedereen zich kan vinden in een bepaald idee. En dan zou een ram daar inderdaad wel kunnen bij helpen. Ik zou het eigenlijk ook durven linken aan de stier, aan de hoge priester, omdat die toch wijsheid kan delen. Excuseer, en wijsheid, dat is uw kennis
die je hebt opgedaan in het verleden op een positieve manier gaan inzetten. En het kan zijn dat je in het verleden geleerd hebt dat inderdaad, soms, zoals ik net zei, is het nodig om even pragmatisch te zijn en even door te gaan. Maar dan weet je dat je op weerstand kan stuiten. En de hoge priester die gaat daar eerder de weg gaan volgen van het uitleggen, het ook aanleren, het kaderbreed duidelijk scheppen, zodat iedereen ook begrijpt van waarom een bepaalde beslissing genomen wordt, waarom een bepaalde weg ingeslagen wordt. En die kan ook dan rekening houden als er verschillende partijen zijn, dat er iedere partij eigenlijk een elementje van zichzelf in die nieuwe beslissing, in die nieuwe weg die ingeslagen wordt, eigenlijk kan terugvinden. En dan heb je hier ook nog de kaart van stel jezelf open voor liefde. Van mij mogen die allemaal in jouw leven komen en jouw liefde aanbieden, absoluut. Maar ik denk van deze drie dat de maagd daarin het sterkste is. In die zin dat die gevoelens goed beheersen, goed begrijpen, goed kunnen plaatsen en dergelijke meer. Dus het zou kunnen dat een van die personen in jouw leven komt en jou liefdevol benadert. En dan stel ik hier voor, bekijk dat in de brede zin van het woord. Hè. Dat kan over een vriendschap gaan. Dat kan over een collega, een nieuwe collega zijn op het werk. Dat kan over een nieuwe kennis gaan in de hobbyclub. Ik zeg zomaar iets. Tot inderdaad de grote liefde met die grote L in jouw leven. Dus zie het als het brede spectrum. Maar stel je er zeker voor open. En ja, dat zou een van deze drie personen kunnen zijn. Ofwel kan het zijn dat je dan, wanneer die liefde op welke manier die zich ook aandient in jouw leven, dat je eventueel bij een maagd te raden kan gaan van, oh ja, oké, kijk, ik ervaar nu dit of dat in mijn leven. Hoe kan ik me daar het beste voor openstellen? En dat met liefde gaan benaderen. Zo, dit was jouw kaartlegging voor vandaag. Fijn dat je keek en ik wens je nog een prettige dag.